Hoi, ik ben Carina en ik heet jullie van harte welkom in mijn leven. Dus, we gaan even kijken. Hij is gek. Goedemorgen, maar het is al over 5 minuten al middag. Ik begin nu met het bewerken van de vlog van gisteren. En ik dacht ineens, hey. Ik zag namelijk alleen de datum van gisteren. Ik denk, hey, ik heb nog helemaal geen goeiemorgen gezegd. Dus bij deze. Maar ik ga nu eerst even bewerken en... Dan ben ik straks bij jullie terug en ik weet nog niet. Vandaag is echt een boring dag. Het enige wat ik wil doen is in deze kamer de konijnenhokken verschonen. Het een beetje opruimen hier en zo. Maar eigenlijk verder niks, dus... Laat het bij u. Zo... Weer later bij jullie terug. Het wordt trouwens een korte vlog, zie ik. Is dit alles? 8 minuten 8 en er zit nog een Engels filmpje tussen ook. Wat? Nou. Doei. Ik heb deze gekocht. En er staat op de verpakking. Ik heb er al batterijen in gedaan. Staat op de verpakking. Dat als je deze indrukt, dat er een oranje lampje gaat branden. En dat betekent dat hij het doet. Maar ik zie geen oranje lampje. En dat wat hier zit, dat ziet eruit als een groen lampje. Waar zit dat oranje lampje? Want ik zie niks en volgens mij doet hij het ook gewoon niet. Weten jullie het? Laat me weten in de reacties. Nu heb ik zo'n dag van rust waarop ik eigenlijk de konijnenhokken moet verschonen. En eentje dan dus gewoon leeghalen. Maar ik heb de energie eigenlijk niet. Dan denk ik weer, oh lovely. En het zakt al wel weg. Dat is niet het probleem. Maar ja, maar... Eigenlijk moet ik dus even lekker in huis aan de gang, maar ik heb gewoon geen energie. Maar volgens mij heb ik morgen na de kerk ook verder helemaal niks. En Christian die is in dieren bij mijn schoonzus. Oh nee, ze is aanstaande schoonzus ooit. Want ze is nog niet ten huwelijk gevraagd of zo. Maar hey, je snapt wat ik bedoel. Oeh, dat was een knorretje. Maar daar kan ik dus ook niet naartoe. Morgenmiddag. Dus dan heb ik morgenmiddag ook nog om even in huis bezig te zijn. Komt vast goed. Dus. Maar ik word afgeleid door de tv. En ik ga gewoon even lekker lui liggen op de bank. Dus ben later bij terug. Sweet talker, talk to me, oh yeah. Sweet talker, sweet talker, talk to me, yeah. So talk to me, oh yeah. Ja, dat is wat ik ook graag doe. Zingen. Even los. Net eten gegeven. Ze eten echt allemaal. Een beetje donker, jammer. Jij eten? Goed mee. Ja. Viel je bijna. Oh, sorry.
Raffi is ook lekker aan het eten. Hé, Raffi? Hé? Schat! Het is echt een beetje donker. En ik ga upstairs. Want ik ga op bed. Ik kom zo nog even bij jullie terug. Zo, inmiddels is het avond. En ga ik zo slapen. Het is ook, ik weet eigenlijk niet eens hoe laat het is. Ik denk 9:30. 9:30, 10:00. En ik ga dus plat. Maar voor ik slaap, het duurt waarschijnlijk wel even. Want ik weet niet, maar ik denk dat je het wel kan horen. En zelfs al zou ik de ramen dicht doen. Raampje daar. En dan heb ik het tegenover ook nog een raampje. Maar hier hoor ik een beetje vandaan. En dit is de kant van het plein. Maar zelfs al zou ik dat dicht doen, dan hoor ik het nog vrij duidelijk hoor. En ik ga het niet dicht doen. Want zoals ik al zei, het kan vrij warm worden steeds hier op zolder. En warmte blijft ook vaak wel hangen. Dus, en inmiddels ben ik ook wel een beetje gewend natuurlijk dat ik in het centrum woon. Maar dan duurt het soms toch wel volgens mij wat langer voor ik in slaap val. Ik val wel eens in slaap met muziek. Maar dat is dan mijn eigen muziek. En dat is dan vaak niet boem, 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 boem. En het komt niet van buiten en hoor je niet allemaal roezemoes erdoor en dergelijke. En ik kan wel mijn eigen muziek nu aanzetten. Pardon. Maar ja. Dan hoor ik weer van alles door elkaar en dan kan ik beter dat eentonige geboem boem horen. Dus ik heb geen idee trouwens wie er aan het draaien is daar ofzo en wat er precies te doen is. Ik weet dat er vanmiddag een theaterwagen of zo op het plein stond. Maar verder weet ik niet. Ik weet wel. En ik denk dat ik dan met Christian samen heel veel ga vloggen. Dat vanaf 27 juli is er een week. De Amerikaanse week. Nee, de week in het thema van Amerika. Weet ik veel. In ieder geval. Thema is Amerika. En die week, ja, dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk. Ik ben benieuwd. En misschien hang ik wel mijn vlag. Die jullie ook wel in een vlog gezien hebben. Waarschijnlijk in meerdere. Die hangt misschien wel naar buiten. Ja. Dat is dan grappig. Maar, ja, dat. En ik ga slapen nu. Dus. Maar dan ga ik morgen na de kerk. Moet ik mijn kamertje. Dat hokje waar ik altijd zit. Eigenlijk moet ik opruimen. Want de woonkamer is wel redelijk netjes. En de zolder. Er moet nog een keer verder. Maar dat heeft minder haast. Ik vind het belangrijkste dat ik een beetje een schoon bed heb. Dus dan moet ik morgen. Moet ik de pc / konijnenkamer doen. En heb ik in de woonkamer heb ik nu het hok van Lovely staan. Die moet ik dan ook even leeg halen. Maar ik denk trouwens dat ik dat hok niet verkoop. Want dat hok dat is al niet al te mooi meer toen ik het meekreeg. En ik denk dat het beter dat ik dat even naar de stort kan brengen. En anders tijdelijk even goed schoonmaken. En dan hier zolder even opslaan. Totdat ik de auto een keer heb om het naar de stort te brengen. Dus. En misschien meer dingen heb die ik naar de stort moet brengen. Maar dat moet ik dus ook nog even doen. Dat hok leeghalen. Dus.
Dat is het. En dan zeg ik ciao.